Ja, een beetje te horen daarachter. Nee? Nou, dat dacht ik al, want ik heb vandaag mijn stemmingswerk mee. Ik heb toevallig gisteren wat meegemaakt. Ik zat in de telefooncel en ik gooi een kwartje in de gleuf en dan rolt een kroket uit. Ja, dat was niet zo erg. Er zat helemaal geen zakje mosterd bij. En daarom heb ik voor iedereen de volgende tip. Je moet goed kunnen lezen in deze maatschappij. Want alles zit zo ingepakt, je kunt er haast niet bij. Laatst stond ik bij een frietkaam en vroeg een frietje met. De saus zat in een zakje, volkomen dichtgeplet. En daar stond op. Druk krachtig op het knopje met je linkerhand. Kijk dan door het gaatje aan de rechterkant. Daar ziet u dan een lipje en trekt u daar maar aan. En zo komt het sausje dan spontaan. Druk krachtig op het knopje met je linkerhand. En kijk dan door het gaatje aan de rechterkant. Daar ziet u dan een lipje en trekt u daar maar aan. En zo komt het sausje dan spontaan. Ik moest dus naar het ziekenhuis, mijn derm moest eruit. De narcose had niet goed gewerkt, ik sprong haast door de ruit. Zeg, hoe krijgen we dat ding eruit? Vroeg de dokter toen aan mij. En weet je wat ik toen tegen hem zei? Druk krachtig op het knopje met je linkerhand. Kijk dan door het gaatje aan de rechterkant. Daar ziet u dan een lipje en trekt u daar maar aan. En zo gaat het buikje openstaan. Ik had ook nog een meisje, we waren reuze blij. Maar zij door hun BH, daar kon ik zo slecht bij. O meisje, hoe gaat dat nou? Zo krijg ik toch geen grip. Ze zei toen, kom maar jongen, ik geef je deze tip. Druk krachtig op het knopje met je linkerhand. Kijk dan door het gaatje aan de rechterkant. Daar zie je dan een lipje en trek je daar maar aan. En zo gaat het zaakje openstaan. Ik zat laatst in een vliegtuig, plots viel de motor uit. Gelukkig had ik een parachute, dat kwam mij heel goed uit. Toen ik hem wilde opendoen en daar het touwtje vond, er hing een kaartje aan en ik las wat daarop stond. Druk krachtig op het knopje met je linkerhand. Kijk dan door het gaatje aan de rechterkant. Daar ziet u dan een lipje en trekt u daar maar aan. En zo gaat het chute openstaan. Dat ik dat niet overleefd heb, dat is niet abnormaal. Nu sta ik voor de hemelpoort en maak daar wat kabaal. Toen laat me erin, o Petrus, riep ik en werd wat wild. Plots zag ik op de deur dat gouden schild. En daar stond op. Druk krachtig op het knopje met je linkerhand. En kijk dan door het gaatje aan de rechterkant. Daar ziet u dan een lipje en trekt u daar maar aan. En zo zal de hemel open gaan. Druk krachtig op het knopje met je linkerhand. En kijk dan door het gaatje aan de rechterkant. Daar ziet u dan een lipje en trekt u daar maar aan. En zo zal de hemel open gaan. Druk krachtig op het knopje met je linkerhand. En trek dan door het gaatje aan de rechterkant. Daar ziet u dan een lipje en trekt u daar maar aan. En zo zal de hemel open gaan.